Vanavond in de Serenade in Liemden, de try-out van de allerlaatste voorstelling van Mark van der Weerdonk. En wij hadden een gesprekje met hem. Omroep Dommelland, Nieuwsflits. Mark, we zitten hier in de Serenade aan de vooravond. Nee, zeg ik verkeerd? De Serenade, ja, dat zeg je goed. Ja, maar ik wou zeggen aan de vooravond, maar dat is onzin. Nee, nou ja, het is de vooravond, maar ik speel over 45 minuten. Ja. En we zitten in de kleedkamer van de Serenade. Een van de mooiste kleedkamers die ik in mijn carrière heb bezocht. Ja, ik ben een eer om hier te zijn. Ja, zeker. Ja. Het is ook meteen muziekschool, begreep ik. De vorige keer moest ik tot 7:45 buiten blijven, want dan waren ze hier nog les aan het geven. Ik weet niet of jij daar waart. Nee, daar was ik niet. Oké, mooi. Maar hoe heet je show? Mijn show heet Podiumbeest Ontsnapt. Waarom heet die show zo? Goeie vraag. Je gaat zelf de vraag stellen. Ja, nee, maar dat vraag je dan de volgende. Dat is, omdat het mijn laatste voorstelling is. Het is mijn laatste, nou, de laatste programma dat ik speel. Dus dit doe ik nog 140 keer. En dan sluit ik juni 2024 af. Dus ik heb er nog iets van 140 te gaan. Ja, ja. Hebben we dan iets te vieren? Net als Dries Roelvink die zegt, ik zie nooit geen nummertje meer. Of Joe Biden die zegt, ik ga niet voor mijn volgende termijn. Of hoe moet ik dat zien? Nee. Maar een grapje, hè? Nee. Ja, nou, een heel leuk grapje. Nee, maar het is mooi geweest, vind ik. Ja, dat weten mensen niet. Maar dit vak is een beetje eenzaam. Ja, ik schrijf me allemaal grapjes zelf. En ik verander al mijn grapjes zelf. En dan ga ik in een auto zitten. En dan rijd ik ergens naartoe. En dan ga ik wel even eten met mijn technicus. En daarna ga ik weer in mijn eentje. Nou, het is fijn dat jullie er zijn. In de kleedkamer zitten. Speel ik in mijn eentje die voorstelling. Ga ik mijn eentje weer naar huis. En ik, ja, dat op een gegeven moment wil ik ook weer eens wat anders. Een beetje een familiegevoel. En daar ga ik nou creëren. Na mijn glansrijke carrière als cabaretier. Ja, dankjewel. Begin ik een carrière als schrijver, regisseur van grote muziek, theatervoorstellingen voor amateurs in de regio Uden. Oké, en wat ga je missen en wat ga je absoluut niet missen? Nou ja, dit dus. Jou ga ik echt niet missen. Nee, neem de kleedkamer, de toestanden en dat, weet je, dat ga ik zeker niet missen. Maar ja, wat ik wel ga missen, dat is het schrijven. Dat vind ik eigenlijk wel het mooiste, weet je, van niks. Een programma maken, decor verzinnen, meedenken met de decorbouwen niet maken, want ik ben kei onhandig. Zo'n voorstelling in elkaar klunzen, waar ik nou mee bezig ben, zeg maar in het begin, daar ga ik missen. En natuurlijk het spelen met het publiek. Dat publiek ga ik ook wel missen, dat denk ik wel, ja. Ja. Welkom hier op de regionale contactdag van de Vereniging van Lelijke Mensen. Nou, ze hadden mij gezegd dat er een hoop lelijke mensen in Den Bosch zouden wonen, maar dit overtreft mijn stoutste verwachtingen, ja. Mark, je bent hier vaker geweest. Ja, ik weet nog. Ik was denk ik wel een van de eerste professionele artiesten die hier mocht staan in de Serenade. Maar dus hadden ze nog niet zoveel meegemaakt. En nou is het ook keidruk. Hè? Het is er bijna uitverkocht. Maar toen was het super uitverkocht. Toen kom ik hier binnen. En toen stond de hele zaal gewoon vol met stoelen. Maar helemaal. Tot achter toe. Ik zeg, ja, en het was winter. Ik zeg, waar kunnen mensen jassen laten? Ja, dan wezen ze helemaal achter in de zaal. Ik, hoe komen die mensen daar? Ja, dan moeten een paar stoelen aan de kant. Ik zeg, en in de pauze, dan moeten mensen toch naar de bar, denk ik, of niet? Tenminste, dat vind ik leuk als ze een beetje wat kunnen drinken. Ja, dan kunnen ze toch naar de bar lopen. Ik zeg, maar ze kunnen niet voor de bar gaan staan. Want er staan ook stoelen, weet je. Het stond helemaal propje vol met stoelen. Nee, maar daar vinden ze weg wel. En inderdaad, hier in Liemden vinden ze altijd wel een manier om het op te lossen. Ja. Maar gewoon een grote chaos was dat natuurlijk in de pauze. En de afloop ook. Maar daar hou ik wel van, een beetje improviseren en zien waar het schip strandt. Maar ze vonden het wel leuk, heb ik begrepen, ooit. Ja, ze hebben het wel ooit leuk gevonden, ja. Ja, het wordt ooit eens niet op zijn plaats. Nee, ik zeg het nog een keer. Ik weet wel dat ze het leuk vonden. Ja. Ze hebben, ja. Kijk, zo'n voorstelling in het begin. Ja, ik zou er niet naartoe gaan, maar deze mensen komen. Het is de vijfde keer dat ik het speel. 40 pagina's, bijna 2 keer een uur. Ja, ik zou het niet doen, maar de mensen doen het. Ja. En die, op een gegeven moment vinden ze het leuk, ja. Ja, wat wilden. We gaan het zien. We gaan geen stukjes uitzenden, want dan geven we natuurlijk de grappen weg. Ja. Nee, dat zou ik niet doen. Nee. 3 grappen die erin zitten. Ja, voor de pauze 1 en na die 2, die wil ik toch wel echt wel geheim houden. Ja. Ja. Oké, ik wens je heel veel succes, Mark. Ja, dankjewel. Jullie ook. Hallo. Een avondje Mark van de Weerdonk. Ja, zeker. Heel gezellig een avondje Mark van de Weerdonk. Vaker geweest? Ja, wel vaker geweest. Niet de vorige keer, maar de keer ervoor geloof ik, maar wel vaker geweest, ja. Was er zo leuk aan Mark? Ja, gewoon lachen, hè. Leuke humor, ik hou ervan.
Ja. Dat is belangrijk, hè? Heel belangrijk, ja. Zoveel mogelijk lachen in het leven. Zo is het. Heel veel plezier. Dankjewel.